Ja, deze moet ik echt houden. Vind ik heel leuk. Dit is, ik vind het zo leuk. Jij hebt een groot? Het is een L. Het hoort toch ook groot, de regenjas? Hey allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Ik heb vandaag een mega H&M unboxing. Als de H&M sale heet, en dat is best wel vaak, dan bestel ik eigenlijk heel erg vaak heel veel op de website. Dan kies ik echt elk ding wat ik leuk vind in mijn maat, wat een goede prijs heeft, wat een goede sale is, zeg maar. En dat bestel ik dan en dan komt er een mega doos binnen. En dan bestel ik bijvoorbeeld echt voor 500 euro en soms hou ik maar twee dingetjes. Ik heb vorige maand ook al besteld, toen heb ik heel veel braletjes. Nou, toen heb ik denk ik één bralet gehouden en één topje of zo. En ik maak er nooit een video van, maar toen zag ik bij Fit dat zij dat had gedaan. En dat vond ik zo heerlijk om naar te kijken. Dat ik dacht, nou, ik heb hier een mega doos. Ik ga er allemaal naar kijken. Waarom niet voor de camera? En op Snapchat gaven jullie aan dat jullie dat ook leuk vonden. Heb je zin in deze video? Dus even een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. En dan gaan we nu beginnen. Normaal krijg ik een hele langwerpige doos. Ik heb nu een hele hoge doos. Het is echt heel erg veel. Ik ben benieuwd wat er allemaal in zit. Ik zal deze video trouwens proberen nog een beetje recentelijk online te zetten. Zodat jullie het hopelijk ook nog kunnen vinden. Het is een jurk. Dit ziet er best wel leuk uit. Dit jurkje. En die was best wel heel erg goed afgeprijsd ook. Dit is... Oh, een broek. Dat vind ik zelf wel erg chill. Zo'n... Ja, tegenwoordig heet dat een culotte, toch? Ik noem het altijd een harenbroek. Oh, dit is wel een heel erg lekker dun stofje. Deze was nu geloof ik iets van 9 euro. Dus als die mooi zit, dan wil ik die zeker wel houden. Dit is een joggingbroek. Ik ben gek op de sportbroeken van de H&M. Echt fan. Oh, maar dit is een... Ja, je hebt verschillende. In mijn eerste stapkeervlog zag je deze ook in een driekwart. Dit is zeg maar zo'n soort legging met een band. En dit vind ik zo'n broek waarin je iets te veel ziet. En dat gaat ook heel snel in je kruis trekken, zeg maar. Ik vind die yoga pants en die walk... Hoe noem je dat? Joggingpants. Dat is heel erg chill. Wat van die stevige broeken, maar dit wordt hem denk ik niet voor mij. Ik vind die band, vond ik ook niet zo lekker zitten en een beetje heet. Dus ik denk dat ik deze niet eens... De helft pas ik niet eens hoor. Ik weet niet of het jullie zit, maar ik vind passen. Wordt het altijd helemaal goed. Daarom pas ik ook graag thuis. Dus het is wel iets relaxter. Oh, dit is volgens mij een regenjas. En die was 50 en niet 25 geloof ik. Dat is nog best wel duur. Ik snap nooit dat mensen zeg maar drie dingen bestellen in de zilde. Ik bestel dan lekker veel, dan kan je thuis gewoon kijken. Oh, dat vind ik heel erg leuk. Oh ja, dat vind ik leuk. Maar voor 25. Oh, ik vind hem wel echt heel erg leuk. Nu ik in de spiegel hier kijk. Love it. Dit is van Lodge. Het is een L trouwens, hij is wel heel groot. Oh ja, hier hou ik zo erg van. Vinden jullie dat duur? 25 euro voor een regenjas. Het is wel een goeie. Love die kleur. Oh, dat vind ik zo leuk. Oké, ik ga er over nadenken. Ik leg het even hier. Dit is een jurk. Oh, zo'n slip-on. Nou, dat zie je ook heel erg goed wel nu. Leuk is bij H&M, kijk, er is ook net weer de kans dat dingen er nu niet op staan. Over een paar dagen wel, omdat mensen zoals ik het bijvoorbeeld hebben teruggestuurd. Slip-on dress. Lijkt een beetje klein voor mij. Maar net of ik zin heb om te gaan passen. Ik ben echt heel benieuwd voor mensen zijn die het ook doen. Ik doe dat dus heel vaak. Ik vind het heerlijk. Lekker kijken. Bij sommige dingen denk ik, oh ja, dat was een rok. Oh nou, die hoef ik eigenlijk toch niet. En dan pas ik hem niet eens. Sommige mensen denken misschien van, oh, dat tijdverspilling, wat een bullshit. Maar er zijn vast wel mensen die dat ook doen. Ik vind het nu al veel te dikke stof. Wow. Het is een rok. Maar als een rok zo dik is... Het is zo stevig gestopt, dan hoef ik het eigenlijk al niet. Het zal wel mooi vallen. Het is voor mij veel te stijf. Dus dan gaat hij alweer lekker in de zak. Het is ook heerlijk om het alweer terug te sturen. Kost wel tijd hoor. Daarom vind ik het ook leuk om het te filmen. Dit is een blouse. Volgens mij was deze ook heel erg goed afgeprijsd. Heel veel dingen waren meer dan 50% korting. Oh, dit vind ik heel leuk. Ik heb er 44 besteld. Ik wil dat het een beetje losvalt, maar alsnog lijkt hij niet zo groot. Het lijkt echt een beetje op gewoon een elletje. Maar die ga ik wel passen. Want ik hou heel erg van blouses en het stofje is heel mooi. En het past ook goed bij mijn figuur. In de winkel vind je het gewoon niet zo snel. Online vind je zoveel meer.
Nou, dit is wel een chill shortje. Ja, die ga ik zeker oppassen. Oké, misschien komen er straks nog wel wat aan willen. Ik heb geen idee. Oh, ik zie een leuk jurkje. Wat is dit? Ik heb heel veel hemdjes besteld. Die dan voor 10, van 10 voor 4 waren. Zo, dat vind ik ideaal. Dit is er volgens mij ook één. Oh, dit is een body. Oh, dat vind ik leuk. Ja. Waarom zijn ze niet zo'n 6 euro? Die ga ik ook passen. Dit was als goed als een jurk. Waarschijnlijk staat het er niet. Wow. Wat is dit nou voor grote lap? Ik hou van blauwe streepjes, maar ik vind het wel heel extreem. Oké, maar ik ga hem even passen, want dat vind ik te leuk. Oh, deze vind ik heel mooi. Ja, deze hou ik sowieso. Dit is dus zo'n chillenbroek. Oh ja, deze heb ik al voor me gehouden. Dat vind ik heel leuk. Ik had dus zo'n 5 dingen al bekeken. Dit is een bikini, toch? Als deze niet zo duur was, dan wil ik deze sowieso houden. Hoe leuk. Super cute. Oh, ik ben blij dat ik aan het filmen ben, want dan maak ik mezelf nog een beetje nuttig. Kijk, bustier. Zo leuk. Dat vind ik heel leuk. Heel misschien kan ik zeg maar het bestellingsoverzicht uit mijn mail kopiëren zodat jullie alle prijzen zien. Als dat lukt, doe ik dat wel. Oh, dit vind ik ook heel leuk. Dit is een badpak. Die er wel mijn buik bedekt, wat ik dus echt heel lelijk vind. Inmiddels een stuk van mijn buik. Maar dan nog wel aan de zijkant wat bloot. En van achter, weet je wel, ik weet nog wat vroeger had. Paris Hilton. Dat was volgens mij echt de eerste die ermee kwam. Van achter lijkt het dan een bikini en van voor een badpak. Als die past, ga ik hem ook sowieso houden. Heel leuk. Heel leuk. En dit is een bikini top. Maar ja, als je me op Snapchat volgt, dan weet je dat ik een heel chill badpak had gekocht. Van hetzelfde print. En dit was een bikini. In hetzelfde print. Dat vind ik heel leuk. Kijk. Die van 6 was hier nu. Ja, dat vind ik ook super leuk. Oh, nou. En daar heb ik ook nog een broekje bij. Ik vind het ineens heel veel leuk, jongens. Het is niet goed. Topjes, topjes, topjes. Deze bandjes lijken heel lang. Deze zijn wel heel groot. En de bandjes zijn niet verstelbaar. Maar dat is weer zo'n heel goedkoop bandje. Die moet ook passen. Leuk. Oh nee, dit was zo'n plus size broek. Dit is XL. Dit is echt veel te groot. Jammer. Ik ga ook passen. Ik kan het. Dat vind ik heel leuk. What is this? Jumpsuit. Mooi. Sexy. Oh, die ga ik ook passen. Deze vind ik heel mooi. Ja, die moet ik ook. Sorry. Sorry, portemonnee. Nee. Het is echt niet dat ik alles wat past dat ik dat hou hoor. Dat wordt me echt veel te duur. Dat denk ik. Eigenlijk moet ik echt mijn 50 euro uitgeven. Nee. Ik kan het ook gewoon niet passen. Oh, dit is hetzelfde hemdje als die roze. Als je het niet past, dan kun je ook niet denken. Maar het was zo leuk. Oh, dit vind ik heel leuk. Dit is ook een jurk van Velvet. Oh, deze wil ik houden. Leuk. Ja, is wel een beetje gek, maar. Leuk. Oh, een t-shirt heen. Mooi. Heel leuk. Schoenen. Het is helemaal niet Charlotte. Voor mij waren ze 6 euro. Ook in het paars. Ik zou niet heel snel paarse schoenen dragen, denk ik. Oh, dit is een broekje van de beginner. Broekje. Ik vraag liever high-waisted. Maar ik dacht. Ik vind het wel leuk. Zo, mijn broekie. Dat is wel een mooie broek, huid. Oh, schattig. Oh, heel leuk. Ja, die ga ik ook passen. Die is wel echt heel mooi. Oh, dit was een legerjasje. Dat is gewoon. Ik denk als ik mijn top 3 favoriete kledingstukken moet noemen. Dat een legerjasje daarbij zit. En deze wordt best wel goed afgeprijsd, geloof ik. Dit staat mij gewoon heel goed. Blousjes, legerblouse. Ja, die moet ik hebben als die goed zit. Dat is gewoon. Ja. Oh, dit was een soort kimono. Handig voor vakantie, maar ook niet echt. Dat is kijk, als hij nummer 5 is of zo, weet ik het wel. Volgens mij was hij duurder, maar ik leg hem wel op de stapel. Oh ja, dit is wel een hemdje, toch? Oh, dit vind ik een heel leuk hemdje. Dit is een trui. Nee, ik heb genoeg trui. Niet openmaken. Dit is denk ik hetzelfde hemdje als die grijze. Ja.
heel erg chill afgepijst. Oh, die is lekker zacht. Lekker zacht. Klein. Een L. Wel stretchy. Het gaat mijn borstjes wel heel... Mijn borstjes wel heel plat maken. Oké, jongens. De doos is empty. Ik ga nu... Want ik sowieso niet ga passen. Oh. Ik sowieso niet ga passen. Gooi ik nu dus in de doos. Zo de shirt uit. Zo. Dat het allemaal in één doos past. Ik hoop dat ik het er allemaal weer in krijg. Niet meer omkijken. En nu komt het moment dat ik dingen ga passen. En dan laat ik het ook wel even aan jullie zien. La 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 la. Hallo? Ja, ik heb echt een slaaphoekje aan. Ja, ik hou hiervan. Ja, dat vind ik zo leuk. Had eigenlijk een maatje kleiner gemoeten misschien, maar dat maakt me helemaal niks uit. Ja, deze moet ik houden. Dat vind ik... Dit is gewoon echt Charlotte. Charlotte. Nou, dan ga ik nu een jurk passen. Volgens mij was die blouse iets van 15, maar eerst echt iets van 40 of zo. Best wel duur is. Laat even lekker weten of jullie dit een leuke video vinden. Ik probeer nu dit aan te krijgen. Lekker chaos. Ja, ik vind het nooit heel chill als dat onderhemdje los zit. Het zit scheef, nee, maar niet. Ik vind het echt heel leuk. Hij bedekt ook mijn armen. Hier zie je wel een beetje vetrolletjes. Geen zwarte BH eronder. Ja, deze vind ik, sorry. Deze vind ik heel erg leuk. Dan doe ik er overheen meteen even dit velvet dingetje. Oh, dat vind ik ook leuk. Het is wel heel groot. Oh, deze is echt te groot. Maar ik hou er wel van. Ik laat even weten wat jullie ervan vinden, jongens. Dit is, ik vind het zo leuk. Ik heb groot, maar voor mij dus niet zo uit. Ik vind het heel leuk. Ik heb het nooit nagedacht. Nee, ik denk ook niet dat ik het zelf maar... Wel heel mooi. Twijfelgevalletje. Even laten afhangen van de prijs ook. Oh, ik had nog maar. Ik kan mijn slaaphoekje er nog onder. Daarom zat er zo'n dikke buik in. Ik dacht dat het gewoon mijn eigen buik was. Oh, dit vind ik heel lelijk. Nee. Waarschijnlijk staat het leuk bij Anoushe in of zo. Ik vind het model wel mooi staan. Oh, mooi, maar. Ik vind het echt geen jurk. Nee, ik vind het een beetje apart. Ik hou er niet zo van. Het broekje is echt huge. Helaas. Nee, dat geeft je ook aan de zijkant echt heel veel. Dit is trouwens het hemdje. Wel heel laag zit hij. Okay, dit is de regenjas. Dit is wel leuk. Wel heel groot. Maar regenjas vind ik wel wel leuk. Jij te groot? Het is een L. Het hoort toch ook groot, een regenjas? Oh, ik ben blij met hem. Het is echt te groot, hè? 25 euro, een beetje veel. Van eerst 50. Deze vind ik niet zo boeiend. Ik vind dit dus heel leuk. Echt heel leuk. Wat vinden jullie hiervan? Het is een beetje scheef. Ja. Ik ben even vast hoor, maar zo'n bikini topje vind ik ook heel mooi. Ja, deze moet ik echt houden. Vind ik heel leuk. Ja, dat vind ik ook wel een leuk topje, maar niet heel boeiend. Dus die doe ik wel weg, denk ik. Maar ik vind het wel een heel leuk bikini topje. De broek. Ja, de bikini topje vind ik ook leuk. Maar ik vind die ander leuker, dus dan doe ik deze weg. Oké, hij valt dus zo. Ik denk dat hij dus wel heel bloot zit hier. Ik vind hem wel echt heel zacht en mooi en... Oké, ik kijk nog wel even, jongens. Oké, jongens, ik ga nog even denken over die regenjas. Ik denk het niet hoor. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet geen duimpje omhoog te doen en te abonneren als je meer van dit soort video's wil zien. En laat even weten of je het leuk vond. Bedankt voor het kijken en tot zaterdag 9 uur. Doei! Jongens, ik ga hem houden. Ik vind hem te leuk. Ik vind het wel veel geld. Ik vind het echt te geweldig. Ik vind het zo... Ik voel me helemaal wat ik weet. Ik hou hiervan. Oké, ik hou hem. Ben ik straks juf en dan regent het in de winter en dan kom ik op school in deze jas. Het zit helemaal voor me. Doei!